Een hele goede morgen en super leuk dat jullie kijken weer naar een nieuwe vlog. Het is vandaag woensdag en ik ben al een tijdje wakker. Ik heb net even de eerste aflevering van Summer Snow bekeken. Echt super leuk, ik ben echt benieuwd naar de andere. Ik heb morgen in het 27 Hotel in Amsterdam een shoot voor Op Weg naar Cannes. Ik ga weer Gigi ophalen, dus we gaan weer samen daarheen. En er zijn natuurlijk nog een paar andere meiden van het programma. Dus ja, het wordt ook een andere shoot dan normaal. Dus daar ben ik wel echt heel benieuwd naar. Best wel spannend. Maar dan leek me leuk om jullie morgen dus ook mee te nemen. Ik hoop dat jullie dit een leuke vlog gaan vinden. En dan zie ik jullie zo. Een hele goede morgen. Goedemorgen. Nou, we zijn nu bij PNR, toch? In Noord, Amsterdam-Noord. In Amsterdam-Noord, want we moeten naar het 27 Hotel vandaag. Voor een hele bijzondere shoot. Nachtshoot. Shit. Ai. Maar we gaan zo de metro in. Dus dan moeten we even mondkapjes op. Maar wij nemen jullie vandaag gezellig mee. Cause you say you'll do things you never do, and I know that you'll never change. Zo, wij zijn opgenomen. What do you think? Ben je blij mee? Ja, alleen ik voel me echt wit met mijn witte haar en... Bob, heb jij wat staat voor mij? Yes. Je zit hier in. Oh, tof. Nou, ze is opgemaakt door Henny. Hoi Henny. Hi. En ze is nu Yvonne aan het opmaken. Het is ook van de partij. Hey girl. Hey you. Gaat goed? Heel goed. Mooi. Heb je zin in vandaag? Ben ik al klaar? Nee. Huh? Nee, ben ik al klaar. Nee. Dus ze zijn lekker aan het opmaken voor de shoot. Want het is nu, hoe laat is het eigenlijk? 22. Bijna half 1. Half 1 en dan komt Carolien zo en Maya ja. En Baffel. En om half 3 gaan we pas de lingerie shooten. Oeh, heb je zin? Ja, vind je het spannend? Ja, wel. Want het is een zeg maar best wel out of your comfort zone. Ja, ik vind het wel heel leuk, ik heb er echt heel veel zin in. Maar ik vind het wel spannend om me aan te krijgen en zo. En... Met de ballen op de achtergrond op dit moment. En... Oké, we hebben dus net onze lingerie gehad en het is een soort van body, tenminste het is een body. Hij is helemaal wit, lange mouwen. Hij ziet er wel echt super mooi uit, ik zal hem even in de spiegel laten zien. We hebben ook oorbellen van haar in, echt wel grote oorbellen. En we gaan nu beginnen met shooten. Nou, goedenavond alweer. Wie hebben lekker gegessen? Ja, wie hebben... Lekker gegessen. Nee. Nee. We hebben gegessen. Nou ja, we komen dus van een feentje daarachter. Het heet Fico's. Echt lekker. We hebben hier nu voor de tweede keer, nou ja, voor mij de derde keer gegeten. Maar ja, hij is wel bijna uitsnel. Goed eten. Mijn camera is bijna leeg, dus vandaar dat ik niet zo heb gefilmd. Ik moet daar kijken, niet daar. We hebben echt super lekker gegeten. Het was een super leuk shoot. Lingerie shoot. Dat was echt helemaal leuk. We gaan nu even naar de auto lopen en dan zie ik jullie snel weer. Jij was wel sexy. Jullie moeten allemaal kijken. Ja, zij ook. Doei! Doei! Shawty is een freak, ze wel heel cool. We gaan met de metro. En we zetten mondkapjes op. Maar de metro komt er nu aan en dan gaan we naar de auto. Een hele goede middag alvast. Let niet op mijn haar, het staat alle kanten op. Maar ik ben even mijn spullen aan het pakken. Ik heb een nieuwe broek aan, een topje. Daar zou ik eigenlijk nog een kobertje overheen willen. Wow. Ik doe het even zo. Daar zou ik nog een kobertje overheen willen. Ik heb me even opgemaakt. Want Kai is al onderweg naar de Dorpstraat. Ik ga een vriendinnetje ophalen. Omdat wij onze eerste items voor de webshop gaan schieten. Kai en ik gingen al afgelopen... week naar de KVK. Toen hebben we wat inkopen gedaan. En toen heb ik een vriendinnetje gevraagd of zij met mij wil shooten vandaag. Dus dat gaan we doen. Dus ik ga haar zo ophalen. Ik heb alles al klaarstaan.
Even kijken hoor. Niet dat hij weer donker wordt. Deze hele doos gaat mee. Daar zitten alle items in die we moeten schieten. En ik neem zelf ook nog wat hakken mee en dat soort dingen. Dus ik ga snel, want ik heb over 10 minuutjes bijna afgesproken. En dan zie ik jullie zo. Oké, we zijn in Dorpstraat. En ik ben met Chiara. Hey. En met Kai. En we hebben onze eerste oudje aan. Chiara heeft hem in het wit en in het paars. En ik heb met groen en... denk je dat een lamp is? Waar? Daar, die witte... Ja joh, doe maar. Of niet. Doe maar. Dus we gaan nu even het eerste outfitje shooten. Het werk, want er zit wel echt een hele lelijke foto in het midden. Dus. Oh, hier. Maar je hebt toch hier ook witte muren? Dus we kunnen namelijk iets wits. Het moet wel een goed plakken. Mooi witte achtergrond. Maar ik vind dat ook wel mooi daar trouwens. Zullen we daarheen dan lopen? Ja. Op hakken. Loop je vaak op hakken of niet? Nee. Oh, dit wordt nog wat. Nou, we gaan even locaties zoeken. Ja, kom maar aan. Oké, onze auto staat helemaal daarachter. En we hebben dit helemaal stuk gelopen. Omdat we hier een witte muur zagen met een super gave deur. Dus we gaan hier shooten. En misschien straks daar nog met graffiti. Maar dan gaan we even kijken. Let's go! Oké, hey. Kom eens hier. Oké, ik heb nu niet je hoofd op beeld. We hebben dit super leuke... wat is het eigenlijk? Is het een tijger? Ja. Of een pumaatje. We hebben een super leuke tijgershirtje. En die heb ik aan in het groen. En we hebben deze paarse flarebroek. Tenminste, een splitbroek. Super leuk. En ik heb hem dus in het groen aan. En dezelfde broek, alleen dan in het beige. Dus dit zijn onze eerste outfitjes die we hebben geshoot hier bij deze witte muur. Hoe ging het? Wel lastig. Wel lastig. Ja, maar het is ook lastig. Ik heb jij ook elke keer dat je daarin kijkt in plaats van in de lens. Ja. Ja, irritant hè. En Kai is behind the scenes. Maar we gaan nu weer naar de auto voor outfit 2. Oké. Ja, oh ja, ik denk al, we mogen toch over. Maar... Oké, we hebben het tweede outfitje aan. En dat is een blauw jurkje. Dat is iets gezelliger. Maar... Oh ja. We hebben dus allebei weer een blauw jurkje aan en... Deze riem hebben we er omheen gedaan, zodat het iets strakker zit. Deze riem zijn ook te koop op onze webshop. Hallo. Hoe wil je die foto dan? Nee, gewoon een beetje zo slordig. Maakt niet uit, gewoon dat we bezig zijn. Oh, mijn kont erbij. Oké, we hebben dus ons derde outfitje aan. Dit witte colletje. Allebei. Dit bruine met witte jasje en zij heeft zwart met wit. En het gaat regenen. Moet je er ook onder, Kai, want jij hebt geen afdakje. We zitten nu onder de auto. We zitten onder de auto. In de auto, maar we wilden dit laatste autootje even schieten. En het tasje. Veel te klaar. Ja, dit tasje is ook echt heel leuk, hè? Die hebben we ook in het beige. En willen ze ook nog in het blauw gaan bestellen en misschien roze en zo. En deze brillen. Dit is bruin en jij hebt blue. Dus ik krijg echt nog mijn arm van deze ding. Maar we gaan even dit laatste outfitje dan schieten en dan zijn we klaar. Zo, ik ben aangekomen in Scheveningen met Glenn, Jordi en Gigi. En wij gaan een beetje het golfen. We hebben een balletje en een stick gekregen en ook 3D brillen. En we gaan nu beginnen. Hallo. Ga je die bril niet opzetten? Oké, dus, maar ik heb net gehoord dat Gigi en ik gaan eigenlijk tegen Jor en Glenn, dus jongens tegen de meisjes. En Gigi heeft hem dus al in één keer erin geslagen, ja, dus ik ben helemaal blij. Ja, jongen, goed zo. Nee, echt, ben je serieus? Yes, in één keer in het bolletje. Oh shit, hoe vaart jij hem dan? Twee. Oh nee, daar staan wij nu al. Ja, shit, ik 3 keer. Huppakee. Oh nee, dat is echt niet zo goed, Gigi. Het spijt me alvast.
Waar moet je in? Hier, daar. Oké, kom op, girl. Ja, wat ga ik doen? Ga ik naar boven of ga ik omheen? Eromheen. Nee, niet om. Ja, heel goed. Doe maar eromheen. Heel goed. Waar gaan we doorheen, hè? Ja, doorheen. Gewoon, ja. Oh, nee. Zo. Het lijkt wel een... Moet je filmen. Dit ziet er... Wat is er met ons gezicht? Nou, mensen, dit, zo zien we er in het echt uit. Jordi heeft er heel erg. Nee, maar ik lijk een zombie. Hoeveel heeft hij? Yes, Jordi. Goed bezig. Ja. Waar moet ik heen? Kom op, ga voor je schoot. Vijf keer, Julie. We zijn gewoon veel beter met ons. Aan het uitrekenen. We zijn veel beter. Maar eerst gewoon wie, zeg maar, alleen toch? Ja. En dan daarna jongens of meiden. Ja. Okay. Tellen we dat bij elkaar op. Ik hoop dat. Len heeft 67. Nou, doe ik niet slecht met mijn steek. Wat zei je nou, Len? Dat ik niet slecht met mijn steek. Deze. Ja, dat was natuurlijk weer. Wij hebben gewonnen. Hey. Met. Oké, het was zeg maar Jor eerste, Gigi tweede, ik derde, Glenn vierde. En dan samen zijn Gigi en ik eerste en dan Jor en Glenn tweede. Jammer! Okay, het was de jongens tegen de meiden. Kijk wie hebben gewonnen. Wie hebben. Wacht, ik kom niet helemaal uit mijn woord natuurlijk. Hè. Waarom meiden toch beter naar voren? Oké, wat gaan we nu doen? Ik ga een hapje eten. Nom 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 nom. Oh nee, dat zegt Gigi. Nee, dat zeggen we allemaal. Je moet even playbacken. Nom 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 nom. Nom 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 nom. Ik zie eruit ook. Ja, mijn eten? Ik geef mijn handen ontsmetten. Ik heb even... Gelukkig zeg jij het. Ja. Even mijn handen ontsmetten. Ik heb even gewoon een stik gegeten. Nou, we gaan lekker eten. Vergeet je dop niet. Doei. Oké. We hebben gewonnen. Zoek naar de auto, ja. En we gaan nu lekker eten. We zijn wel beter dan mannen geweest. Ja, maar we stonden gewoon in het midden, hè. Weet je, Glenn was laatste, we was eerste. Ja. We hebben het gewoon gemiddeld goed gedaan. We hebben het heel goed gedaan. Top 3 is... Top 3 is bekend. We staan weer in de top 3. We gaan nu lekker eten bij Simone's. Lekker. Nou, zijn allemaal bijna vol. Weet je hoe vaak er veel voor op hebben? Veel, hè? Zo. Die deksel is open, jij. Hartstikke. Eet smakelijk. Zo. Nou, ik ben in ieder geval thuis. Het was super gezellig met Glenn, Gigi en Jordi natuurlijk. Het was super leuk om te golfen. Nou ja, de meiden hebben gewonnen, want Glenn wilde jongens tegen de meisjes. Dus Gigi en ik hebben gewonnen samen. Ja, het was echt heel gezellig. En daarna zijn we natuurlijk wat gaan eten bij Simone's, ook super lekker gegeten. En daarna zijn we nog snel een ijsje wezen halen en naar huis gegaan. Ik heb ze even afgezet thuis en Jordi is nu ook zelf naar huis, want die heeft wat afspraken met vrienden. En ik ben nu ook thuis aangekomen. En ik ga nu even naar binnen, even wat spullen opruimen, want we hadden natuurlijk vanochtend de shoot gedaan voor de website en de Instagram. Dus daarvoor ga ik even wat spullen opruimen, want heb ik niet zo netjes achtergelaten binnen. En daarna ga ik me even omkleden en dan ga ik gezellig met een vriendinnetje Zoe ga ik wat drinken in de stad, denk ik. Of gewoon iets leuks doen samen. Dus dan zien we wel. En dan neem ik misschien ook wel even de camera mee. Maar verder was het echt een superleuke dag vandaag. En dan neem ik jullie mee. Of ik zie jullie bij de volgende vlog. Een hele goede morgen. Het is vandaag 20 september. En ja, zondag 20 september. En ik heb weer een opnamedag. Ik heb helemaal klaargemaakt, haar gedaan, make-up gedaan. En ik ga nu naar Gigi toe om haar natuurlijk weer op te halen. En dan gaan wij weer naar Amsterdam. Het wordt vandaag wel een aparte dag. Want ik had dit nooit verwacht dat ik dit ging doen. Maar ik ga vandaag advocaat spelen en iemand vrijpleiten. Tenminste, dat moeten alle meiden doen. We hebben een casus gekregen. Daar moesten we dus... die moesten dus lezen en doornemen. En die vrouw, zij heeft iets gedaan. En we moeten haar dus vrijpleiten. Maar ze zullen nog wel achterkomen vandaag. Dus ik neem jullie gezellig mee vandaag. Ik heb mijn spullen ook klaargezet, want ik moet nu weg. Dus ik zie jullie zo weer. Ik weet het ook allemaal niet hoor. Maar
Nou, Gigi, Yvonne. Waar zijn wij? We zijn in de rechtbank. De rechtbank. Wat gaan wij doen? We gaan iemand vrijpleiten. Hopen. Hopelijk. Hopelijk doen we het goed en pleiten we echt vrij. We kunnen wel weer allemaal punten krijgen. Ja, we starten met z'n drieën. Maar ik vind 1, 2, 3. Als je dan de 10 punten krijgt, dat is het gewoon een belediging. Ja. Dus dan voelt het niet meer leuk of zo. Nee, dan zit je wel de top 3, maar ja, dat zat je sowieso al. Ja. Dus het is meer van, je hebt het minst goed gedaan. Ja, dat hoor je dan. Maar ik ben wel benieuwd. Ik weet zeker wie het minst goed doet. Je wordt gewoon eng, want jij hebt wel een verhaal. Oké, de top 3. Yvonne, Julie, Gigi. Hoezo, weet je dat? Ja, nou, wat is je verhaal? Want ik verwacht ook dat ik het niet goed ga. Kijk, jij hebt wel een verhaal en je hebt Yvonne zegt niks als wij zeggen mie, dan blijft Yvonne stil. Nou ja, ik hoop dat ik wat ik in mijn hoofd heb, dat er gewoon ook uitkomt. Ja, daarom. Je hebt wel een verhaal, maar je weet ook niet in welke volgorde wat je al moet zeggen. Nee. Moet je zeggen, ik lach. Moet je dat wat met jullie doen? Ik weet het allemaal niet, maar we gaan het zien. We hebben net quotes opgenomen en pioen make-up scène en dat we binnenkwamen lopen en zo. En Baffel gaat zo met Conchita. Zij is advocaten, gaan ze straks ook nog quotes opnemen en daarna gaan wij ons zegje doen. Ja. Ben benieuwd. Yvonne, 63. Mm-hmm. Tel eens, hoe ging het bij jou? Make-up eerst geworden, maar niet van ik vond het wel goed gaan eigenlijk. Ja. Ik ben er gewoon super zenuwachtig, net als jij. Ja. En dat is gewoon hetgene wat me meer breekt. Of wat ik super spannend vind om te doen. Maar uiteindelijk gaat het dan goed. En het is gewoon een soort actering. Gewoon... Ja, maar vorige keer ook bij die waterontwerpersponsor aan de deur was. Dat was ook zo zenuwachtig. Ja. En toen was ook, ja, toen stond je ook in de top 3 natuurlijk. Jij ook. Ja. Nu? Dus we zijn best wel eigenlijk goed in tekst, maar we vinden het wel heel spannend. Ja, en een beetje komt uiteindelijk wel goed. Ja. Toch Baffel, alles komt uiteindelijk goed, toch? Toch wel. Zolang ik erbij betrokken ben. Ja. Wil je nog iets leuks vertellen over vandaag, over wat we gaan doen? Of zo? Ja, maar waarom ging je heel... nergens voor nodig. Oké, dat is niet waar, jongens. Waar was dat voor nodig, Julie? Dat is nergens voor nodig, want ik heb het ook niet gedaan. Ja. Baffel loopt ons altijd te pesten. Always. Maar ja... We kennen hem nu inmiddels al langer dan een half jaar, dus dat komt wel goed. Gigi, hoe was het nog bij jou? Hoi. Hi. Ja, goed. Gigi was als eerste, ging als eerste haar pleidooring. En ik ben derde. En Gigi is derde, ja. Ja, ja, ja. Maar het ging wel goed bij jou eens? Ja. Bij jou wel? Ja. Nou, mooi zo. Een beetje struikloven worden, maar voor de rest helemaal top. Ik ben aan het vloggen, maar wat vond u van vandaag? Hoe hebben jullie gedaan? Ik vond het helemaal fantastisch en leuk die meiden te zien, zulke mooie meiden. En ik vind dat jullie allemaal super creatief zijn geweest, wat ik eigenlijk niet zo verwacht. Ik dacht, nou ja, ik heb nu gekomen, maar allemaal wel zelf met juridische argumenten. En dan zit van hoe krijg je iemand vrij. En het is gewoon heel goed gelukt. Dus ik vond het echt super leuk. En jij ook? Ja, ik vond het ook heel erg leuk. Ja, het was lastig om te bedenken, maar uiteindelijk dan... Nou, ging goed hoor. Ja. Dat is toch wel wat anders. Ze zit met zijn togen aan en zo. Ja, dus, heel iets anders dan modellenwerk natuurlijk. Ja, maar het hoort erbij. Hè. Creativiteit en alles. Dus het hoort erbij. Je moet van alle markten thuis zijn als een model. Hè. Ja. Dus, In ieder geval dankjewel voor vandaag. Ja, nee, niks te danken. Oké, nou jongens, we gaan ook nog een TikTok opnemen. We gaan even een TikTok uitzoeken. Ik heb wat gedaan. Oh, die stuurde ik naar jou. Dat is kapot. Zo grappig. Leuk al die dingen. Oh. Ja, echt. Hoe vond je vandaag gaan? Ja, het is altijd leuk. We hebben een super team en we hebben vandaag natuurlijk met Conchita opgenomen. Ja, dat is, die ken ik ook al zoveel jaar. En dat is altijd leuk. 7, 8 jaar. Ik interview haar ook voor Life is Beautiful. Voor onze andere lifestyle. Of tenminste, ons andere lifestyle-programma dat we ook maken. We werken heel veel samen. Zo. Al die leuke programma's wat we vanuit Pakket Media Producties produceren, is Conchita echt een part of the deal. Maar het komt omdat wij gewoon een hele goede synergie hebben. Zo'n echt een goede mensen met z'n tweetjes.
En, ja, en voor het volgende seizoen gaat wellicht Conchita wel mee naar Cannes. Hè? Ja, ik ga, ik ga mee naar Cannes, zeker weten. Voor volgende seizoen. Daar zijn wij dan. Conchita, wil jij even een oproep doen voor de dames voor deel 2? Ja, er komt nog een deel 2. En alle dames die mooi en denken dat ze het aankunnen, zeg maar, dat ze het willen worden en of zijn, weet ik veel, meld je aan. Het wordt fantastisch, het wordt nog veel leuker nog volgend seizoen. Ja. Let maar op. Je hoort het. Je bent erbij. Oké, nou jongens. Julie is voor het eerst hier in de PC. Dit is een hele ervaring voor mij. We lopen in de PC Hoofdstraat en ik ben hier echt nog nooit geweest. Nee, echt nog nooit. Maar wij gaan lekker eten bij... Pagamama. Kijk, Gucci, alles. Nou, ik kijk mijn ogen uit hier, jongens. Nee, we gaan lekker eten en dan zou ik zo nog even filmen wat wij lekker gaan eten. Ik heb wel echt trek. Ik heb ook honger. Maar het is hoor, mag je niet zeggen? Oh ja, ik heb trek. Maar nog meer dan trek. Nou, we gaan lekker eten. Doei! Wat zeg je allemaal? Ik zei van waarom reek ze af? Dat er gratis op zijn muur. Oké, we hebben lekker eten besteld. Allemaal hetzelfde. Eet smakelijk!